Hoi en super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe extra video. Super lang geleden dat ik een extra video heb opgenomen. Althans in mijn eentje. Vorige week is er een video met Miel online gekomen. Nu weer eindelijk een extra video in mijn eentje. Helemaal zin in, want ik heb namelijk voor jullie een My Jewelry Shop blog. Ik denk dat alle meiden My Jewelry wel kennen. Vooral van de sieraden, maar ze hebben ook super leuke kleding. Dus ik heb heel veel dingetjes bij hen uitgekozen en dat ga ik vandaag aan jullie laten zien. En aan het einde van deze video heb ik ook nog een hele leuke winactie, dus blijf daar zeker voor kijken. Maar dan gaan we nu eerst beginnen met de items die ik heb mogen uitzoeken. Toen het pakketje binnenkwam wilde ik natuurlijk alvast een beetje kijken wat erin zat, dus ik heb een klein beetje gekeken. Ik heb nog niet alles bekeken, dus dat ga ik samen met jullie openmaken. En ik begin maar gelijk met wat hier bovenop zit, het grootste item zeg maar. En dat is een sweater. Zoals de naam bij Jewelry zegt, hebben ze niet alleen heel veel sieraden, maar dus ook kleding. En ik heb bij hun deze sweater uitgekozen. Het is een beetje overbelicht door deze achtergrond, maar het is een beetje een gebroken witkleurige sweater. Echt iets wat je super makkelijk natuurlijk met alles kan combineren. Ik heb deze in een maatje S en was 40 euro. Ik heb hem in een S genomen zodat hij ietsjes oversized valt en hij valt eigenlijk echt perfect. Het is echt een hele mooie fit. Ik heb hem namelijk al eventjes gepast. En deze hebben ze ook nog in andere kleurtjes. Maar ik dacht wit is eigenlijk altijd wel goed te combineren met alles. Makkelijk te combineren. Dus vandaar dat ik voor de witte ben gegaan. Dus dat is het eerste item wat ik bij mijn jewelry heb uitgekozen. En dit is natuurlijk super leuk om te combineren met alle sieraden. Daarom dat ik eigenlijk ook een beetje voor iets simpels ben gegaan. Want ik dacht als je dan een mooie sweater aan hebt. Een mooie kettingen erbij. Mooie oorbellen. Dan vallen de sieraden gewoon ietsjes meer op. Als je de top wat meer basic laat. Dus vandaar. Dus dat is deze. En dan gaan we nu verder met de sieraden. Het zijn er echt mega veel, dus laten we snel beginnen. Ik ga beginnen met twee paar oorbellen. En ik ga even beginnen met de grote. Echt super veel vriendinnen van mij dragen altijd van die mooie grote ringen. En laatst gingen we uit en toen dacht ik wil dat ook in. En toen kwam ik er gewoon achter dat ik het gewoon niet had. En toen zag ik dus deze op de website bij My Jewelry. En die vond ik wel echt heel erg mooi. Ook omdat hij een beetje een vintage lookje heeft. Ik ga hem er even uithalen. Deze zijn €19,95 per stuk. Per stuk, per twee zeg maar. Maar per verpakking. En dit zijn dus de oorbellen. Ik hoop dat je het op de camera ook goed kan zien. Maar dat ze dus een beetje zo'n vintage look hebben. Dus ze hebben een beetje een waas eroverheen of zo. Ik denk dat je het wel een beetje kan zien. Er zitten een soort van beetje krasjes of een beetje een waas overheen. En deze hebben een beetje een soort van druppelvorm. Die vond ik dus heel erg leuk. En toen zag ik dat ze er ook kleintjes van hadden. Dus die heb ik ook uitgekozen. Dit zijn ze in het klein. Die zijn €17,95. Ik dacht dat vind ik wel heel erg leuk. Of om te combineren met elkaar. Of om juist af te wisselen. Eén keer grote, andere keer kleintjes. Maar dit zijn dus eigenlijk gewoon precies dezelfde als de grote. Alleen dan in een maatje kleiner. Kijk. Dus dat zijn deze paar oorbellen die ik heb uitgekozen. Dan gaan we verder met deze ketting. En deze heb ik dus gisteren al gedragen. Vandaar dat hij al uit de verpakking is. Maar dit is dus een hele mooie parelketting. Met aan de onderkant zo'n mooi slotje. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om dat slotje in je nek te hangen. Zodat je echt alleen een parelketting hebt. Maar ik vind het juist wel leuk als je dat slotje aan de voorkant ziet zitten. Volgens mij is dat ook gewoon de bedoeling. Maar als je daar niet van houdt, kan je het dus gewoon omdraaien. Ik weet niet, ik vond die pareltjes gewoon super mooi. Heel erg subtiel. Beetje gebroken wit ook zijn ze. Ik vind dat altijd wel heel erg mooi in combinatie met goud. Dus vandaar dat ik voor deze ben gegaan. En ik heb nog een paar andere kettingjes erbij gekozen. Wat me heel erg leuk leek om met deze te dragen. Dus vandaar. Dus dat is deze. En dat leek me heel erg leuk om te dragen in combinatie met deze ketting. Van deze ketting heb ik ook een bijpassende armband. Ik hou er gewoon heel erg van als alles een beetje met elkaar matcht. Maar dit leek me dus wel heel erg leuk om met die parelketting te combineren. En dat is deze. Deze vind ik ook echt zo leuk. Het kettingje zelf is dus een beetje een soort van schakelkettingje. Wat grotere schakels. En dan onderaan zit zo'n mooie bedel. En daar zat dan heel vaak love, 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 love op. Ik vind deze ook echt heel erg mooi. Ik weet niet, ik vind dat parel met dat gouden in combinatie vind ik gewoon echt heel erg mooi. Ik zal ze zo meteen ook eventjes samen omdoen voor jullie. Kunnen jullie het wat beter zien in combinatie. Maar ik vind dit gewoon echt heel mooi, heel chic of zo. Ik weet niet. Ja, ik hou hiervan. Heel erg blij mee. Echt heel erg leuk. En beide kettingen zijn €19,99. Dus dat zijn deze. Dan had ik het net natuurlijk over een armbandje die bij die ketting paste. En dat is deze. Ik ga het voor je openmaken. En dat is dit armbandje. Het is gewoon dus precies hetzelfde als die ketting die ik net liet zien. Met die schakels. En dan weer die bedel eraan met love, love, love. Ik weet niet, ik vind het wel heel erg leuk als het dan een beetje bij elkaar terugkomt. En ik vond dit gewoon ook echt
een super mooi armbandje. Dus vandaar dat ik voor deze heb gekozen. En deze was €17,95. Dan voor bij het armbandje heb ik nog twee armbandjes om het te combineren. Als allereerst deze roze. Ik dacht om toch nog een beetje kleur erin te brengen bij al dat goud, kies ik voor deze roze. Het is een beetje hetzelfde idee eigenlijk als die parelketting. Alleen dan met normale kralen. En dan als armbandje. Deze vind ik ook echt zo leuk. Echt ook weer mooi dat slotje met dat roze in combinatie. Echt heel erg leuk. En verder is het gewoon een normaal armbandje. En deze is dus €14,95. Het leek me dus heel erg leuk in combinatie met het armbandje van net. En dit armbandje. En dat is deze bangle. Een bagel is eten. En dat is deze. Deze vind ik ook echt zo mooi. Een beetje... Ja, ik vind het dus een beetje lijken alsof het een gevlochten touw is of zo. Ja, ik vind het dus echt heel erg mooi. Aan de zijkant gaat dit dus open met zo'n schuivertje. Dat je hem gewoon mooi om je arm hebt, geen sluiting ziet zitten. En dit vind ik dus echt heel erg leuk in combinatie met dat armbandje van net die gouden. En dan die roze erbij. Ik zal het zo meteen ook wel weer even alle drie bij elkaar laten zien. Maar dit vind ik dus ook echt een heel erg leuk setje. En deze is €19,95. En van dat armbandje heb ik dus ook een soort van ringetje wat er een beetje op lijkt. Het is volgens mij niet helemaal hetzelfde patroontje. Alleen ik vind het er wel heel erg op lijken. En dat is dit ringetje. En dat is deze. En deze is €17,99. En ik heb hem dus in een maatje 18 gekozen. Omdat ik heb al best wel veel ringen altijd om. Maar ik dacht, dan kan ik hem om mijn duim doen. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Om zo'n duimring te hebben. Dus vandaar, ik heb hem in een maatje 18. Hij is een beetje groot voor om mijn duim. Om deze duim past hij wel beter. Maar van je duim valt het toch niet zo snel af. Dus hier ben ik ook echt heel erg blij mee. Heel erg leuk. En dan alweer als laatste, het laatste ringetje. En deze vind ik denk ik toch wel echt allerleukste. Dit is namelijk een ringetje met een initiaal erop. M van Milan. Echt heel erg leuk. Deze heb ik wel gewoon in mijn normale maat gekozen. Zodat ik hem gewoon als normaal ringetje om kan. En dat is deze. Deze is €16. Ik zal hem er even uithalen. Dus het is echt een super schattig ringetje met een M'tje dan. En hiernaast nog een heel erg mooi zilver steentje. Dat vind ik dus wel weer heel erg mooi als die steentjes dan zilver zijn bij zo'n goud ringetje. En deze heb je dus gewoon letterlijk met ieder initiaal. Heb je op de website staan. En dit was dan alles wat ik heb uitgekozen bij mijn jewelry. Ik heb in ieder geval weer genoeg sieraden voor de komende tijd. En een van jullie kan dat ook hebben. Want ik mag namelijk van mijn jewelry €100 shoptegoed weggeven in deze video aan een van jullie. Wat je daarvoor moet doen om kans te maken is mijn jewelry volgen op YouTube en Instagram. En mij volgen op YouTube en Instagram. En dan over een week maakt mijn jewelry de winnaar bekend. Dus ik zou zeggen, doe zeker lekker mee. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik echt super leuk vinden. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. En dat is een weekvlog.